In de nacht van donderdag op vrijdag 17 juni is rond een uur of 1 s'nachts brand ontstaan in een schoenenfabriek aan de Stek in Wieringenwerf. Hulpdiensten spraken over een grip 1 incident. Ja, we staan aan de Medeblikkerweg. Daar is een grote brand ontstaan in een schoenverwerkingsbedrijf. Naastgelegen staat ook een migrantenhotel. Het migrantenhotel is ontruimd en de personen die aanwezig waren zijn lokaal opgevangen. Er is ook een speciale inzet vanuit Opmeer. Kun je daar ook iets over vertellen? Ja, in Opmeer staat een specialist blusvoertuig met een blusarm. En die is daar ook ingezet op de brand. Hoe is de situatie daar nu binnen? Nou, de brand is, of zoals het nu lijkt, onder controle. Er is nog geen zijn brandmeester gegeven. Maar er komt nog wel wat rook uit het pand. Dat heeft ook te maken met middelen die in de brand hebben gestaan. Leerresten, rubberresten. Dit is echt een oude schoenverwerkingsbedrijf. Waarom is het besloten om het zo groot op te schalen? Als je kunt zien is het een bedrijfsverzamelgebouw, aangrenzend op een industriegebied. Waar alle bedrijven ook echt heel dicht op elkaar staan. Dus uit voorzorg ook zeer groot opgeschaald.